Bijna alles vind ik goed. Bijna alles. En dit was over het randje? Dit zat tegen het randje aan. Dit zat op het randje. Ik ben Minella, hoofdredacteur van het magazine Eva. Ik ga in Israël op zoek naar 10 vrouwen uit de Bijbel. Via 10 opdrachten ga ik ontdekken wat God voor hen betekende en wat ik daarvan kan leren. Ik wist alleen dat ik op reis ging. Maar wat ik ga doen, weet ik niet. Minella. Hoi. Jij gaat op pelgrimage. Tijdens die pelgrimage ga jij in de voetsporen van 10 Bijbelse vrouwen. Je gaat je verplaatsen in hun leven. De eerste vrouw in wiens voetsporen jij gaat treden, gaat zich aan jou voorstellen. En jij mag haar tekst zelf voorlezen. Ik ben Eva, de moeder van alle mensen. De fout van Adam en mij was dat we nooit genoeg hadden. Mijn opdracht voor jou is, deze heenreis wil je een aantal keer iets. Maar je krijgt het niet. Wat doe je dan? En hoe goed kun jij je inhouden? Ik zou ook gaan shoppen. In principe ben ik zo dat als ik iets heel graag wil, dat ik het krijg. Wat zou je heel graag willen? Eten en koffie. We gaan het zien. Goedemorgen, mag ik een cappuccino, een grande, een chocomel, een grande, en een gewone koffie. En een grande, ja, alsjeblieft. Mag ik je pinpas? Van de hele reis. Dat ga je wel zien. In ieder geval voor nu. Mijn mooie oranje Rabobank. Hoe goed kan ik me inhouden? Het hangt van mijn moeheid af. Kijk, normaal zou ik denken, ik ga toch even koffie halen. Maar dat ging nu niet. Voor het vervelen? Ja, natuurlijk. Het was gewoon lekker geweest. Je hebt 3 mensen bij je. Wil je ze even voorstellen? Ja, Bianca is de vrouw die ik vertrouw in deze. En zij is mijn geliefde collega. Ja, en het is een cadeautje om met haar op reis te gaan naar Israël. En dit is Casper. De man die alles filmt en mooi gaat maken. En achter mij of voor mij staat Michael. En Michael heeft talent met een camera. En dat is een cadeautje dat jij meegaat. Minella, jij gaat in de voetsporen van een volgende Bijbelse vrouw. Mijn naam betekent bij en ik kan inderdaad gemeen steken. Ik was wijs en iedereen kwam naar mij voor advies. Zelfs onze generaal, want hij durfde niet te vechten. Ik ging mee en we wonnen. Kun jij raden wie ik ben? Dit is een van mijn lievelingsvrouwen. Dit is Deborah. Ze heeft een verborgen bron. Dat vind ik ook leuk, dat het niet zo obvious is, maar ondertussen is ze dus heel wijs. En haar wijsheid blijkt dat heel veel mensen naar haar toe komen. Zonder dat ze zegt, ik ben wijs, kom naar mij toe. Sterker nog, ze is zo wijs, dus dan is ze daar waar de echte slag geleefd wordt. En daar heeft ze dus ook een goed gevoel van. Dat vind ik echt gek, ja. Deborah was een machtige leider. Ze was wijs en ze had een bepaalde manier om dingen voor elkaar te krijgen. Aan jou de schone taak om voor ons iets van eten te regelen. Ja. Maar dat doe je met een specifieke opdracht. Jij moet gaan afdingen. Dus je moet bij alles wat je koopt, moet jij in ieder geval de helft en liever 3/4 ervan afpraten. En dit is sugar. Zie je het zitten? Of course.
Succes. Dank. It's perfect. I want to pay. Oh. It's 6 shekels. Can I pay 3 shekels? Can I pay 3? No, it's just 1 shekel. But can I have 4? I want. No? Seriously, no? No. Then I buy something else also. 1 for 3 shekels. Yeah. Okay, 2 for 6. Right? No. In het begin had ik hem en ik trok hem steeds iets verder, ik trok hem steeds iets verder. En op een gegeven moment dacht ik, nu ben ik je kwijt. En toen verdween hij ook. En toen hoorde ik hem ook, ik weet niet wat hij zei, geen idee. En toen riep hij zijn baas. Het was klaar. He's almost angry. En conflict vermijden? Nou, ik weet denk ik heel goed waar de conflicten zitten. Dus als het niet nodig is, hoef ik ze niet te hebben. Dat is geen antwoord op de vraag. Ben je een conflict van mij? Dat weet ik niet. Nou, Deborah die gaat het echt niet maken op dit strijdtoneel. Maar wel ergens anders. Zo, so, hold on a sec. Ik weet het oprecht niet, omdat ik dus wel heel eigenzinnig ben. Dus uiteindelijk altijd wel in conflict kom. Maar dat ik van nature liever harmonieus ben. Ik bid dan heel vaak om wijsheid, dat doe ik wel. Ik bid ook om standvastigheid. Als ik denk dat ik het goede doe, dan wil ik daarna vast blijven houden. En ik bid altijd voor mijzelf. Om een soort liefde, zodat het een soort niet om mij gaat. Dus ik wil ten diepste. Dat is misschien mijn grootste ding. En dat vind ik ook mooi aan Deborah. Het ging niet om haarzelf. Uiteindelijk zei ze tegen Barak: joh, ga jij lekker strijden. Dit is wat er gaat gebeuren. God gaat je de overwinning geven, maar jij krijgt de zegen. Ik zal altijd proberen dat het niet om mij gaat. Dat is misschien mijn grootste strijd. Welk talent heeft God Deborah gegeven? Onderscheidingsvermogen, denk ik, heel erg. En daarin kan je recht spreken. En daarin kan je mensen advies geven. En daarin kan je mensen ook waarschuwen. Maar als je geen onderscheidingsvermogen hebt, zullen mensen nooit een waarschuwing aannemen. Dus het teken dat ze bij haar kwamen, vind ik ook bijzonder. Ook mannen, ook vrouwen, ook de grote leiders van de stad. Ja, als je dat voor elkaar krijgt onder een palmboom, zittend, dat vind ik echt briljant. Ja. How to solve. Dus deze man had het conflict niet nodig geweest, want ik wist dat ik hem eroverheen trok. Dus ik wist dat zijn grenzen, zijn ogen zijn nu klaar. En ik dacht, ik ga verder, dus ik ging verder dan, ik ging over de integere grens heen. Dus dan komt er een conflict. En dan voel ik, dan denk ik, oh ja. Als ik hier had gelopen als Minella, had ik dat niet gedaan. Dan had ik daar gestopt. Bovendien was het een heel lekker broodje. Goedemorgen, Minella. Goedemorgen, Casper. Goedemorgen. Ik zie wat voor mij is. Dit, hou eens beet. Wat is dat? Het is mijn schrift. En die heb ik echt overal gezocht. 3 tassen. En ik wist dat ik hem mee had genomen. En ik zit er een beetje bij te lachen. Maar ik dacht, ik was hem echt kwijt. Ik wil je wat laten zien. Even iets heel persoonlijks van Minella te pakken. Waar ze heel erg aan gehecht is. Sorry Minella, ik weet dat je dit heel erg gaat missen. En ik kan je er even niks over zeggen, maar het wordt dus verstopt. En we zijn heel benieuwd hoe je daar weer op gaat reageren. Wordt vervolgd. Ik heb hem echt gemist. Ja, dit is wel een beetje mijn gebedschrift en mijn reisschrift. Ja. En er zitten tekeningen van de kinderen in. Dus die is een soort van waarde, ja.
denk dat ik een biddenvette ben. Dus dat betekent dat ik zo'n schrift is voor mijn leven of zo. Daar schrijf ik mijn laatste gedachten in. Daar schrijf ik. Dat is eigenlijk mijn afsluiten van de dag. Dus al had je mijn haarnetje gepakt, dan had ik een t-shirt om mijn hoofd heen gebonden. Had ik echt zwaar gefrustrerend gevonden, dan had ik een t-shirt om mijn hoofd heen gebonden. Maar dan blijf ik net zo lang zoeken. Had je mijn gel afgepakt, dan was ik ook gek geworden. Maar dat zijn aanverwante stukken van mij en dit ben ik. Ja, ik kan er niet zonder. Ja, maar je kan wel eens onder het boekje. Ja. Maar dat is heel handig en het werkt en het is een belangrijk symbool voor je. Ja. Maar buiten, dat vind ik echt heel ontroerend. Dat ze kunnen alles van je afpakken, maar nooit je zielsrelatie met God. Nee, nee. Ik ben altijd heel erg dat ik het belangrijk vind dat ik in waarde oké blijf. Dat mijn karakter oké blijft, ongeacht wat. En dat, ik dacht gisteren... Oh ja, je zit aan mijn eigenheid, dus mijn karakter komt. Ik word een soort geagiteerd van binnen. En dat houd ik nog wel binnen. Maar dat snap ik dus ergens. Dus als je heel dicht op je verleiding komt, dan tast het iets aan wat je kernwaarde is van jezelf. En dan snap ik dat je dat loslaat. Of moet schuilen bij God. En volgens mij is dat continu de vraag. Dus dat leer ik van Eva. Ja. Ga je zingen? Nee. Maar ja, iedereen kan zingen. Ik weet het niet.